Mijn 24ste levensjaar. 44 verschillende soort video's. Meer dan 100 streams. En een hele hoop andere gekke content wat er is gemaakt dit jaar. Dit was mijn 24ste levensjaar. Acht bots. 1 winnaar. Ik ben Maan. Ik ben Minkel. Ik ben Headline End. Ik ben Nachtvlees. Ik ben Noeksy. En mijn naam is Thomas. Ik ben Perk. Wie wordt de eerste kampioen van het Almost Normal BattleBots Tournament? Ja! 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 Oh! 7, 6, 5, 4, 3, 2, en naast het BattleBots tournament ook een wedstrijd in een arcadehal. Je moet wel hard, ja. Dit is te hard, denk ik. Dit is te hard. Nee, Ingmar, je was zo dichtbij, gast. Jullie hebben mijn opa en oma leren kennen. Hoe heet jullie, hoe oud jullie? Hoe je heet, schat? Ja, opa, hoe heet je? Barend. Pa heet ook Barend. Hallo opa en oma, bijna normaal. Jullie zijn trouwens ook bijna normaal, of niet? Ja, hoor. Ja? Ik ben opa is hier de man. Nou, opa is niet normaal, maar ik heb verder nog veel leuke nieuwe dingen gekocht. Hier is die dan. Dit is de Sony. De Sony ZV-1 vlogcamera met. Ja, hoe ga ik dit filmen? Hier een statiefje. Hier is ze dan. Mijn nieuwe kitten. Genaamd Nora. Oh, je komt er ook gewoon gelijk uit, joh, dondersteen. Dit is ze dan, hè? Kijk wat een prachtig weesie. Dit zijn ze. Dit is het park. Holy shit. Allemaal van hout ook. Nee, maar wacht even. Kijk hoe vet. Holy shit. Fijne vaderdag, pap. Hey, doe normaal, joh, gek. Doe normaal, joh, mafkees. Nee, hè. Ah, dat doe je nog niet, man. Oh. Doe je, pap. En naast al deze nieuwe dingen heb ik ook nog een hele hoop leuke dingen gedaan. Vandaag ga ik voor het eerst in mijn leven snowboarden. Heb je een staart met je armen steek? Ja, dat zie je echt niet meer, Barend. Oké, we gaan. Vandaag ga ik lowgolfen met mij. Dion, mag ik beginnen? Ja, mag wel beginnen, hoor. Nou, Barend, ziet er drippy uit, broer. Dit is echt helemaal kut. Klaar voor? Ik dacht echt op deze nou. Ja, ga uit. Okay. No!
En toen deed ik mee aan de zwakste streamer. Het ging erg goed. Kijk hier maar. Barend! Hey, hallo! Hey, wat een mooie bril op jij, joh. Dankjewel. Dat is om mijn emoties niet te tonen. Ja! Oké. Sjors aan Barend. Barend, vertel eens over de situatie. Hoe is het daar? De situatie is hier nogal onrustig. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat als je hier goed kijkt, zie je explosies. Ja. Het is enorm heftig, maar ik denk wel dat het... En naast al deze gekkigheid heb ik maar liefst 4 Efteling-video's gemaakt en eentje in de apenhul. Vandaag ben ik in de jungle en zijn we op zoek naar apen. We zitten hier met heel veel mooie apen op de achtergrond. En ik hoop dat ik er nog eentje kan voeren vandaag. Best wel een goede imitatie. Was best wel goed eigenlijk. Ja, toch? Je kan zo naar Zep. Zep, hit me up. De ring staat maken. Wanneer gaan ze dat liedje zingen? Welk liedje? I like the moment, moment. Hier komt ie. Het is gewoon ingaan hier. Waar gaan we nu in? Denk Carnaval Festival, omdat we net... Nee. Als ik ergens een tyfus plus hekel aan heb, is het wel Ik wil dood. Master Vincent, wil jij mijn hondje? Zeker! Ja. Oh mijn god! Wow. Dit officieel. Hij zei ja, nu gaan we trouwen. Maar vandaag gaan we weer naar de Efteling, want we hebben een doel. Wij gaan vandaag op zoek naar de liefde. Huh? Ga ik hier mijn liefde vinden? Ja, kijk daar! En op dat moment spotte ik een leuke dame. Dit was mijn kans om de liefde te vinden. Maar dit was het gesprek. Hallo. Hi. Oh. Ze liep door en daardoor kon ik uiteindelijk geen gesprek starten. Het was echt heel awkward, want daarna stonden we ook nog samen in de rij. Even kijken hoe het met Barend gaat, jongens. Want Barend, heb je je liefde nou al gevonden? Nee. Oh. Ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb wel iemand aangesproken. Dat is al wat? Dat is wel wat, maar... Het is nog niet de liefde. Het komt wel, Barend. Nee! Dus, dit ben ik, alleen in de Efteling. De allereerste keer dat ik alleen in de Efteling ben. En dat met een Eftelingpas eigenlijk best wel slecht. Laten we eerst even gaan genieten van de eerste attractie. Ja, eerlijk is eerlijk. Alleen naar de Efteling gaan was echt superleuk. Maar ik vond het ook echt enorm gezellig met mijn vrienden. Naast al die Efteling-video's heb ik ook nog een hele hoop gestreamd. En daar heb ik ook verschillende soort video's van gemaakt. En dat zijn deze highlights. Ben jij wel eens op date geweest? Nou, ik had maandag een datestream. En dat kwam allemaal door deze vraag. Heb jij een crush? Het is geen wil nou op date. Oké, nou Gerry. Wat zou jij nou doen op een eerste date? Oh. There we go. We zitten bij de Italiaan. Ja. We kijken elkaar in de ogen aan. Ja. Weet je wel. Het was echt gezellig en lachen, gieren, brullen vanavond. Dames en heren, welkom bij de allereerste online Squid Game.
Unmute. Hallo. Kandidaat nummer 8 is geëlimineerd. Kandidaat nummer 6 is voltooid. Nog 1 minuut en 35 seconden. Kandidaat nummer 2 heeft over de blauwe lijn gescheurd en wordt daardoor uitgeschakeld. Het gaat nooit meer. Nog 40 seconden. Hier is in ieder geval een kleine impressie van de NFM SNP. Gaan we de kamers van mijn kijkers samen bekijken. Ik wil even van jullie weten. Als je zo'n klok hebt, hoe kan je slapen? Ik kan echt niet slapen als er zo'n klok de hele tijd... Anasas, waar de fuck is jouw muismat? Ik heb hier geen woorden voor. Als jij geen muismat hebt, dat is alsof je, zeg maar, vieze was aan de waslijn hangt. Het is alsof je in een restaurant gaat eten, alleen het toetje bestelt en die dan weer uitkotst. Een 6,9. Waarom zijn jullie kamers zo bizar mooi? Ja, dit is echt heel erg leuk. Echte Barend in haar bed. Een echte Barend in haar bed. Oh mijn god, een pinguïn. Oh mijn god, oh nee. Ik kom hier echt nooit meer vanaf, hè. Waarom kom ik hier nooit meer vanaf? Hoezo ben ik en blijf ik altijd een fucking pinguïn? Hoezo? Pas op, gamende pinguïn. Nee! Waarom komt het nou weer terug? Nee! Ik ben geen pinguïn. Maar naast die vele streams heb ik ook heerlijk gegeten. Ik begin gewoon met die burger. Ja, begin gewoon met de burger. Hier komt de hap van de burger. Double cheeseburger van Dr. Philly. Dr. Philly? Oei, oei. Is hij lekker? Oei, oei. Is hij lekker, hè? Zo, op, op. Holy shit, gast! We gaan de lekkerste tijd ooit maken en we hebben dus op het einde, voor jou, hebben we nog een verrassing. Hè? Bodem laag, bedekken. Ah, mooi. Kijk, en dit is dan weer de klasse van een topkok. Dit onderscheidt jou van de gemiddelde kok. Luc, we zijn klaar. Ja. Hij ziet er goed uit. We gaan hem zo dus in de koelkast doen. Het ding is, dit is gewoon een normale kwarktaart. De lekkerste taart ooit is dit, toch? Ooit van de hele wereld ooit. Dat zei je, dat jij dat kon maken. Tuurlijk, maar dat komt door het verrassingsingrediënt. Dat heb ik hier achter mijn rug. Oh, oké. Okay. Misschien is het leuk als we dat nog niet prijsgeven aan iedereen, maar ik zal het jou alvast even laten zien. Oh, oké. Ja. Oké, okay, komt-ie. Oh ja. Ik heb wat voor jou gemaakt vandaag. En dat is? De lekkerste taart ooit. En wat is de smaak? Nou, ik ga hem gewoon voor jou pakken. Huh? Wat vind je van de lekkerste taart ooit? Mag ik hem likken? Wow, oh, wow! Ik vind hem eigenlijk ook niet zo lekker. Echt? Ja. Oh. Nou, dat is toch superleuk, of niet dan? Op Twitch heb ik dit jaar zoveel genoten. Heel veel toffe streams gehad, heel veel leuke clippies. Dit is mijn favoriete clip van dit jaar. Belangrijkste vraag van de hele dag, hè? Ja. Heb je zin in een potje Fortnite? Hey! Nee! Oh, dat is erg, jongen. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon echt super grappig. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond. Dankjewel voor het kijken. Ik zeg natuurlijk zoals altijd like, abonneer, reageer. En laten we van dit 25e levensjaar van mij echt een tof jaar maken. Later!